Afgelopen zaterdag, Bert, dit is natuurlijk de trainingsvisie. Um, was je toch uh, trots, ondanks een 1-0-nederlaag? Uh, e het is niet te geloven. Ja, bizar hè? Ja, ja weet je, je kijkt naar de omstandigheden, uh, waarin het allemaal gebeurd is. En vooral de weerstand, weerstand die wij uh, daar kregen. En uh, ja, dan ben ik trots op de performance van onze groep. Um, nou heb je je hartstikke goed voorbereid met je hele groep. Zo'n hele week. Je hebt de uh, analyse doorgenomen van ons aller... Uh, hoe heet hij ook weer? Freek Witterhouten. Ja. Witte rood. En uh, nou, dat doe je dan heel uh, secuur. En dan uh, kom je daar in uh, Twente of in uh, Hengelo, als het, als het goed is. Erachter uh, uh, dat, uh, dat het helemaal niet had gehoeven. Nee, dat weet je allemaal niet van tevoren. En uh, dat is jammer, vooral ook voor het harde werk wat Freek altijd verricht, uh, wat dat betreft. Ook uh, bepaalde situaties die je hier al in, uh, in Ermelo natuurlijk voorbespreekt. Uh, toch is het zo, je moet ermee leren dealen. Je moet er altijd mee rekening mee houden dat de situatie anders is bij een tegenstander. Dus uh, nou, daar waren we toch wel uh, snel over eens dat we daar goed moesten kijken in de eerste minuten. Van uh, Hoe staat dit FC Twente? De capaciteiten, de kwaliteiten van die jongens. Ja, daar moesten we snel in de gaten krijgen. Maar nou, Mars en ik hadden er veel overleg over. En ja, binnen een paar minuten is dat ook wel weer duidelijk. Ja, en, maar de, en dat vind ik toch uh, knap. Het had uh, met de rust misschien een wat grotere uitslag voor uh, Twente kunnen zijn, maar uh, 1-0. Dat is zeer acceptabel tegen uh, bijna een Eredivisie ploeg uh, ja, als je goed nadenkt, het zijn de wissels van, uh, van het eerste van Twente. Dus dat betekent dat ze een minimaal Uplay-League-niveau hebben, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dan, dan zie je toch dat die jongens individueel natuurlijk sneller, krachtiger zijn uh, wat dat betreft. Maar wat ook opviel was natuurlijk wel dat wij een team zijn. En, en zij hebben op dat moment niets, ze hebben zelden met elkaar gespeeld. Dus daar moet je ook je kracht uit putten. En dan moet je zo lang mogelijk uh, zorgen dat je in de wedstrijd blijft. Want dat was de opdracht van onze groep. En de energie die we daarin hebben gestoken, die was, uh, was mooi om te zien. Jullie bleven Even in de wedstrijd en wat zeg je dan in de rust tegen die jongens? Ja, eigenlijk gewoon rustig blijven. Laat je niet uit de tent lokken. Uh, maak de ruimtes niet te groot. Blijf vooral voetballen. Want op een gegeven moment dan, dan gaan zij niet meer bezig zijn met de wedstrijd, maar met hun eigen performance. Er staat dus uh, de, de TD, de TC, alles wat Twente had, dat stond langs de kant natuurlijk. Dus je moet rustig blijven. Op een gegeven moment gaat bij hun de concentratie wat weg. Maar uh, we kwamen al meteen uh, na de rust heerlijk in de wedstrijd en het vertrouwen uh, groeide. Ja, en dan heb je net even de pech dat je niet die 1-1 maakt. Want dan, hoe zeg je dat ze mooi dan hadden we het nog wel eens willen zien? Dat was wel even goed sensationeel geweest, Bert. Hey, en heb je het met medetrainers ook wel eens over de jong-BVO's en, en al die ongelijkheden die allemaal plaatsvinden nu? Bijvoorbeeld John Blok bij Scheveningen, die ook wel een hele duidelijke statement maakte. Ja, natuurlijk heb je het daarover. Aan de ene kant weet je wat je kan verwachten hè, in het begin van het seizoen. Uh, maar toch, zoals nu, word je dan toch wel weer verrast. Uh, hè. Er zijn bepaalde afspraken uh, gemaakt. Ja, het, voelt niet, uh, het voelt niet lekker. Het is niet sportief, uh, zoals wij dat ervaren. Kijk, op het moment dat je gelijke krachten hebt in de, in de derde divisie, dan is het prima. Uh, die dag die bepaalt dan wie de beste is en wie, wie wat minder. Maar nu voelden we het een beetje ongelijk. En we zitten midden in een competitie. Ja, en als FC Twente zo nodig wil oefenen met zijn spelers, ja, pak dan een oefenwedstrijd. Maar bemoei je niet met onze competitie. En uh, daar moet je van afblijven. Heb je het idee dat je jullie scout volgende week nog naar Jong Almere City gaat of heeft dat toch geen zin? Want die week daarop moeten we naar Jong Almere. Jawel, we blijven ons werk serieus nemen. Wij doen dat wel. En uh, we gaan daar ook gewoon mee door. En, en wat er ook gebeurt. Uh, dan, uh, je hebt er ook voor geleerd om langs de kant uh, goed op te letten en uh, je ploeg te helpen. Het is jammer dat dit nu gebeurt. En het klinkt dan vaak een beetje zielig. Als je verloren hebt, dan lijkt het zeuren om niets of uh, ja, excuses zoeken. Maar dat is het gewoon niet. En um, John Blok heb je ook volledig gelijk uh, met de opmerkingen die hij plaatste. En vooral omdat er in het begin van het seizoen afspraken zijn gemaakt. En die worden nou niet opgevolgd. Ja, dat is jammer. Ja, want uh, te meer daar die. Fantastische uitspraak van Mark Lammers. Winnaars hebben een plan en verliezers hebben een, uh, een excuus. Ja, dat je dat gewoon niet kan waarmaken, want je kan, je, je kan helemaal geen plan hebben, want ja, dat wordt allemaal in de war geschopt door uh, de heren van boven. Ja, tegeltjes tegeltje hangt bij mij ook aan de muur wat dat betreft. En, maar goed, als plan A niet werkt, moet je naar plan B. Dus je moet daar wel in schakelen. En uh, ja, ik vind ons dan, zoals dat gezegd, de morele winnaar afgelopen zaterdag. We zaten in een goede flow. We houden dit ook gewoon vast. We laten ons hier niet door uh, naar beneden praten of wat dan ook. We hebben het gewoon goed gedaan. En uh, zaterdag tegen Quick Boys, dan uh, kunnen we weer ware krachten op het veld staan. Je ploeg heeft als kerels gereageerd en jij nu ook, Bert. Bedankt. Dankjewel, Piet. Okay.